ben Marianne Herkraat. Ik ben digitaalhuisdocent van het Digitaalhuis in de gemeente West-Maas en Waal. Het Taalhuis is een samenwerking tussen de gemeente, het ROC, de bibliotheek, Socium, de GGD, vluchtelingenwerk en werkzaak. Wij komen regelmatig samen om nieuwe plannen te smeden, om zoveel mogelijk deelnemers te bereiken. De gemeente West-Maas en Waal is een grote gemeente en de mensen weten de weg naar de bibliotheken in Beneden-Leeuwen en Dreumel wel te vinden. Maar we hebben ook nog een heleboel kleinere dorpjes en daar willen we ook iets voor kunnen betekenen. Een van de ideeën die tijdens ons overleg is ontstaan, is het idee van het mobiele digitaal huis. Ik ben Marcelino Thuis. Ik werk 7 jaar ongeveer in de gemeente West-Maas en Waal. Ik werk bij Socium. Socium is een brede welzijnsorganisatie. Mijn taak hier in West-Maas en Waal is coördinator samenlevingsopbouw. Wij organiseren allerlei activiteiten en in die hoedanigheid ben ik aangesloten bij de werkgroep alfabetisering laagletterlijkheid. Het mobiele digitaalhuis is eigenlijk een bus om in de kernen, in de dorpskernen, die er zo'n kilometer of 10 van Beneden-Leeuwen af liggen, om daar mensen wijs te maken over lezen en schrijven. Wij organiseren regelmatig ook activiteiten met de mobiele bus, die zetten we dan ook in. We zetten daar onze taalambassadeurs in. Met name om heel tijd maar te laten merken dat lezen zo belangrijk is. Ik ben Adi Vermeerte, ik ben 63 jaar oud. Ik ben taalambassadeur geworden doordat ik door de wethouder persoonlijk ben gevraagd of ik dat wilde. We zijn aan het vloggen geslagen, dus ik ben ook een van de taalmeiden. De mensen proberen te vertellen waar we tegenaan kunnen lopen. Dus we hebben het ziekenhuis gehad. Toen kwam er nog iemand van het ziekenhuis zelf dat ze dus heel veel aan onze bevindingen hadden en dat ze daaraan gingen werken. Ja, dat was echt, daar ben ik echt trots op. Ja, met het mobiele taalhuis zijn we op pad geweest. Zijn we naar een vrouwenvereniging in Wamel geweest. Daar heb ik mijn voorlichting gedaan. En daar zijn dus ook verschillende aanmeldingen gekomen. Ja, dat vond ik ook wel heel fijn. Als ik ergens kom en die bus die is altijd prominent aanwezig, dan heb je altijd wel een gesprek. En dat is mooi, daar ging het eigenlijk om. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. En of je nou op een braderie staat, of bij een school staat, als er ouders zijn, dan heb je altijd een gesprek. Het mobiele digitaalhuis is begonnen als een pilot. En een pilot moet je altijd evalueren. Ik ben heel erg positief als het gaat om de zichtbaarheid en dat effect dat het teweeg brengt binnen de gemeenschap. Zeker ook in deze gemeenschap waar laagletterdheid ook een aardige taboe is. Dus wat dat betreft hebben we wel wat losgemaakt. Maar er zitten toch nog wat haakjes en oogjes aan. Wij willen eigenlijk nog zichtbaarder gaan worden. Daarvoor hebben we de bus niet meer nodig. Daar hebben we gezegd van we gaan gewoon aan de slag met stickerplaten die wij op onze eigen privéauto neerplakken. En dan zie je dan dat uiteindelijk niet één bus op een bepaald moment rondrijdt, maar op dat moment rijden misschien 4 of 5 auto's rond. Dat is de toekomst en daar sta ik volledig achter. We hebben goede ervaringen opgedaan met het mobiele digitaal huis. We zijn veel op pad geweest. We willen niet alleen in de bibliotheek blijven, maar we willen ook de mensen in alle inwoners van West-Maas en Waal bereiken. Door daar naartoe te gaan, door cursussen te geven, door informatie te geven. De cursus Klik en Tik is een computercursus voor mensen die heel graag willen leren met de computer omgaan. Dus ook mensen die er gewoon nog nooit wat mee hebben gedaan, die zijn gewoon van harte welkom. Mensen merken dat ze steeds meer op de computer dingen moeten invullen. Dat is vaak lastig. En dat kunnen ze hier in de cursus kunnen ze dat oefenen. We hebben verschillende modules. We hebben een module voor echte beginners. We hebben ook een module die is voor mensen die iets verder zijn. En die gaan dan bijvoorbeeld zoeken op websites. Websites van de NS, van de bank. En we hebben ook nog een onderdeel. Dan leren mensen omgaan met social media. Mensen kunnen ook zelf kiezen wat ze willen. Ik ben in juni begonnen met Digivaardig. Ja, daar heb ik veel aan gehad al. Met bepaalde links en zo. En ik weet wat ik wel en niet moet openen. En met bankieren.
Dat deed ik eerst niet en nu gaat het heel goed. Ja, ik ga met sprongen vooruit. De een is met de ene module bezig en de ander met de andere module. De een is op een computer bezig, de ander is op een tablet bezig. En ik loop dan langs om dan her en der te helpen. Nou, het is voor mij prettig, want ik wist helemaal niks. Mijn man deed alles op de computer en die is overleden. En toen kreeg ik van een buurvrouw een tip. En toen heb ik gelijk dezelfde dag mijn eigen aangemeld. Ik denk, ik moet het ook doen ook. Hè. Ik ben al aardig opgeschoten. En het leuke is natuurlijk, de meeste mensen kennen er niks van. En dat is wel prettig, hè. Wanneer je niet zo voelt van, ik ben maar alleen de enige op de wereld die nergens iets vanaf weet. Dus je hoeft niet zo bang te zijn, want dat ding ontploft niet of zo. Je doet het allemaal in stapjes. Dus dat vond ik, ik vind het heel prettig. En ik ga ook nog naar de volgende cursus. We zijn nu hier in Beneden Leeuwen zijn we dan begonnen met een cursus van 8 keer. Het is 8 keer een uur. Maar we gaan hem ook zeker nog op andere plekken aanbieden. Vooral hier in West-Maas en Waal. Er zijn natuurlijk heel veel dorpen. Dan gaan we met het mobiele digitaalhuis op pad. En dan stoppen we daar alle laptops in. En de beamer en het scherm. En eventueel cursusboeken, ook flyers van onszelf. Ik ga ook binnenkort naar seniorenverenigingen toe om uitleg te geven over wat we allemaal doen als bibliotheek. En ik verwacht dat daar ook, dat daar ook een vraag komt van, kun je aan ons ook een cursus Klik en Tik of een cursus Digisterker geven? De taalambassadeurs die zijn betrokken in West-Maas en Waal en ook in Rivierenland. Om hun verhaal te vertellen. En doordat zij zo intensief met lezen en schrijven bezig zijn geweest, kunnen zij hun eigen zaken steeds beter zelf regelen. Zij zijn zelfredzamer geworden. En dat gunnen we alle inwoners van West-Maas en Waal.